Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een gloednieuw video op mijn kanaal. In deze video ga ik Frusky YouTubers raten. En ik ga ze niet zomaar raten, ik ga kijken hoe actief ze zijn. En ik ga kijken of hun video-ideeën origineel zijn en of hun kwaliteit goed is. Dus ik ga niet per se kijken naar het aantal subs, et cetera. Dus drop een like op deze video, abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. En join mijn Discord, de link staat in de beschrijving. Dus ja, ik ben benieuwd hoeveel likes op deze video gaan halen. Ik heb in dit geval Frusky YouTubers gedaan en ook nog meerdere. Dus ik ga eerst even overswitchen en dan leg ik meer uit. Enjoy! Dus ja jongens, zoals ik al zei, ik ga letten op hoe actief diegene is. En hoe zij het doen op YouTube en hun video ideeën, hoe origineel die zijn. En de kwaliteit zoals ik al zei. Dus dit zijn de YouTubers die ik heb. Oké, dan moet ik wel goed doen. Fior, Bihai, Maxels, Hopnop, Xtijs, Funny, Het Aapje, Tinui, Judox, Jorg, Heiko, Vloetje, GGMet, NSPlays, Loani, Uitslapen, Sinti en Urmi. Dat zijn de YouTubers. Dus laten we beginnen. Alright, dus we gaan beginnen met Fior. Dus we zoeken eerst even zijn kanaal op. Ik zit nu speciaal op een YouTube-account, anders is hij allemaal gezeik. Ah, je bent niet geabonneerd. Dus ja, zijn banner is wel gewoon clean. Ziet er leuk uit. Alleen zijn uploads. Oei. 2 maanden terug. Even kijken, kijk hoe zijn intro is. Yo, kijkers van Fior, leuk dat jullie kijken naar deze video. Oké, dat is Gapple. Nou, ik vind het niet per se dat hij niet goed is, maar ik vind dat hij wel gewoon decent bezig is, aangezien zijn laatste upload fucking 2 maanden terug is. En ja, als ik een gamekanaal is niet erg moeilijk. Als je, nou ja, sommigen zijn serieus bezig, sommigen gewoon niet. Dus Fior, je bent gewoon decent at the moment. Alright, de volgende is Bihai, die gaan we ook even opzoeken. Bihai 1.1k subs. Nou, ook voor hem. Ja, dit zijn gewoon allemaal goede views. Alleen, ja, laatste upload 1 maand geleden. Ik heb zo'n... Ja, dit account is beëindigd vanwege schending. Ja, zijn account, hij ging iets verkeerd zeggen in iemand zijn reacties op een... Ja, je moet mij Bihai vertellen, maar het was niet zo slim wat hij zei in een comment section. En toen was zijn kanaal gesuspend. Maar ja, zijn kwaliteit. Hele goede thumbnails van de bot 1, jongens. Even kijken. Nou ja, dat is een maand terug. Hij uploadt ook echt alleen factions. Ik weet niet of hij nu momenteel ban heeft. Dat niet, maar ik zie hem niet echt online. Ik vind momenteel dat hij decent is. Dus ik zeg gewoon, je bent... Ja. Momenteel ben je een decent als je weer uploadt, dan zit je hier. We gaan nu naar Maxels. Maxels 0 of niet? Nee. Zo. Ja. Oké. How to crown. Laten we even kijken een stukje. Oh. Oh shit. Alleen PvP video's. Ja, hij uploadt denk ik gewoon. Als hij gewoon clips heeft als hij speelt. Één keer in de 2 weken ongeveer. Ja, Maxels is goed bezig. Kan wel meer, vind ik, maar we kunnen hem ook niet erg blamen. Gaan we even naar zijn chille guys. Hopnop is dat. Even kijken. Hij uploadt daarentegen ook gewoon goed. Allee, hij heeft een fucking stoplicht als banner. Oké. Nou, gewoon goede reacties. Kijken. Hij is gewoon goed bezig. Alleen, ja. Doe wel wat aan je banner, dude. Want je banner, dit is gewoon een standaard YouTube banner, volgens mij. Dus dat is niet zo smart. Oké, gaan we nu kijken bij Xtijs. Hij uploadt momenteel vooral Fortnite. Ja, Xtijs. I don't know, dude. Hij speelt wel factions. Hij is staf en voldoet aan de YouTube requirements. Ja. I don't know, dude. Je laatste video op Frusky was dan, denk ik. Wel een goede trailer, though. Is dit een Frusky? Wacht, wat?
Wat zei die? Even horen. Oh, kankerblokje. Oh. Ja! Oké, okay, nee, dit is niet op Frusky. Sorry dude, maar ik... Ja, momenteel gaat het niet zo goed op je kanaal op Frusky zelf. Dus puur op Frusky... ja, based ook. Ja, puur Minecraft eigenlijk. En de laatste was een maand geleden. Dus ja, rip. Volgende is Funny. Oké, okay, we gaan Funny eventjes googlen. YouTube. Oké, okay, hij is echt een hele chille guy. Hij maakt vooral montages. Laten we even een beginstukje kijken hier. Nice, dude. Ja, ik vind gewoon zijn banner... Hij doet het... Kijk, dit is toch gewoon een zieke banner, jongens. Dit is echt... Hij zit ook in die oude Skywars squad. Ja, dit is gewoon nice. Gewoon... Funny vind ik... Even kijken. Tussen goed en heel goed. Dus ik zou hem... Ik zet hem gewoon bij heel goed. Ja, heel goed. Oké, dan is de volgende het aapje. Ook een Frusky YouTuber. Even kijken... Ja, hij is gewoon fucking goed bezig. Goede views. En dat ook gewoon voor heel lang. Kijk jongens, ik kan wel doorgaan. Ik kan wel doorgaan. Hier is ook een beeld ervan. Yo, jij daar en welkom bij deze gloednieuwe Frusky video op mijn kanaal. In deze video gaan wij spelen op de Frusky Games Build FFV of UA. Heel inderdaad. Maar jongens, zijn banner. Ja, het is gewoon clean. Dus we gaan hem even kijken. We gaan hem zetten op... I don't know, dude. Goated? Nou, hoe hij het doet qua community opbouwen is wel gewoon echt nice. I don't know, ja, vind je heel goed. Ik zet hem op Goated, jongens. Ik zet hem op Goated. Volgende is dan Tinui. Ook partner op Frusky, alleen hij uploadt wat minder. Zijn banner is speciaal. Ja, dit zijn ook gewoon hele goede views, alleen veel minder uploads. Dus ja, maar zo werkt zijn kanaal, denk ik. Nou ja, ik vind dat hij gewoon wel goed bezig is. Dan gaan we nu naar Judox. De thumbnails die komen wel heel goed bij elkaar overeen. Ikzelf ben een beetje, ja, ik doe gewoon wat bij de video is, maar hij heeft alles matched hier. Ja, zijn uploads te zien. Ik zet hem ook gewoon al heel goed. Het is nu ook zomer, dus iedereen uploadt wat minder. Alright, dan gaan we nu naar Mr. Jorg. Ik heb volgens mij Minecraft aankondiging. 1.3k. Hij heeft een YouTube project, Survival. Hij is niet geband op Frusky, nee. Maar hij heeft geen media rank, dus ik denk dat hij weer opnieuw moet applyen. I don't know waarom hij dat niet heeft. Maar ja... Hij is wel gewoon goed bezig. Ja, hij is goed bezig. Oké, okay, dan gaan we nu naar Heiko. Nou, hoe die het vorige map deed is wel echt nice. 1.8k, 1.3, 1.5. 1. Ik gun hem dat map 10 ook wel. Ik ben er zelf niet echt in map 10. Maar, ja, ik vind dat hij momenteel wel gewoon goed bezig is. Alright, dan gaan we nu naar Vloetje. Even kijken. Nou ja, zijn thumbnails. Ik hou hier wel van met die spikes en dat soort dingen. Ik vind het best wel clean. En dit ook. En elke map haalt hij ook gewoon goede views. Gewoon voor zijn subs ook gewoon. Ja, deze banner is gewoon clean. Gewoon twee skin renders. Ja, je weet gewoon meteen dat dat Vloetje is. Ja, Vloetje is gewoon heel goed bezig. Alright, volgende Frusky YouTuber wordt GG Mad. What the fuck? Cold Cap'n. What the fuck, gast? Nou ja, hij heeft wel... Thumbnails, ja. Dit is van debat eind. Dat zie je meteen. Ja, thumbnails. Ik vind het wel grappig. Maar volgens mij doet hij het gewoon puur gewoon om te kloten. Dus het is wel relaxed voor hem dat hij in het mediateam zit. Maar ja, momenteel... I don't know, dude. Je bent niet heel goed bezig.
twee maanden terug. Dus dat gaan we je ook even laten merken. Probeer lekker weer te uploaden in map 10. En dan komt je kanaal weer helemaal goed. NS Place is de volgende. 1.66k. Oeh. Populaire uploads. Oké. Okay. Ja, NS Place is goed bezig. DDoSer admit. Oeh. Je admit in ieder geval, maar ik wil even kijken wat je gebruikt. Oh ja, maar dat is niet echt zin om het te zeggen. Ik zit gelijk al aan mijn mic up. Wat gebruik je first? Nee, ik weet het niet. Wat dan? Die andere, die Z of zo? Oké, duel me. Ik wil te graag duel doen, ja? Oké, is goed. Moet ik verder assessen. Maar het is wel kut dat die heel veel. Ja, heel veel blurt en zo. Ik snap dat het moet. Maar het is wel. Ja, het is wel kut om naar te kijken. Dus misschien dat je iets meer vrijheid mag krijgen van de owners. Want soms dan. Ik zie het soms ook en dan, ja, dan zie ik helemaal niks eigenlijk door die blur. Maar. Hij uploadt wel echt lekker. Hij grindt ook gewoon. Kijk dit. Hij grindt. Ja, ik denk dat hij in map 10 ook wel heel veel uploadt. Even kijken. Ja, en NS Place is gewoon goed bezig. Oké, dan is dit Luwani. Ik ga even kijken hoe Luwani het doet. Nou ja, thumbnails is vooral iets uit de video, maar dat maakt niet zo uit. Als je dat gewoon doet, dan is dat fijn. Maar ja, hier heeft hij dan wel weer een thumbnail, want die heeft Gerlof gekillt. Pak ik even views op, 1.2k. Hey Luwani, hier, wacht. Ik ga kijken. Gerlof. Hier jongens. Gerlof gekillt, 1.8k. 700, 1.4. Gebruik me wel, jongens, in de titels. Maar ja, dat mag gewoon hoor, vind ik niet erg. Hij is wel nice. Luwani is ook gewoon een chille guy. Ik ga hem op decent zetten, net zoals Fior. Want ja, hij moet wel weer even bezig gaan. Uitslapen is de volgende. Uitslapen. Poeh. Oké, eens in de 5 jaar eens. Oké, dat is wel chill dat hij dat gewoon toegeeft. De stille slaper, uitslapen, Minecraft skin, oké. Ja, is gewoon goede thumbnails. Ja, momenteel ben je gewoon decent bezig. Je moet wel weer, ja, weer uploaden vind ik, als game channel. Eens in de 5 jaar een video, ja. I don't know, dude. Oké, volgende YouTuber wordt Sinti. Ja, hij heeft wel redelijk wat Engelse kijkers vooral. Ook gewoon Nederlands. Ja, hij is gewoon goed bezig. Ik ga hem niet echt blamen dat hij niet zoveel uploadt. Gewoon goed bezig. Deze is Urmi. Gaan we Urmi ook nog even opzoeken. 275 abonnees. Ja, hij heeft wel gewoon leuke clips. Ik ben ook op hem geabonneerd op mijn main kanaal. IRL video's. Ja, gewoon. Ja, als hij weer gaat uploaden in map 10, denk ik echt dat hij weer leuke clips heeft en zo. Maar hij doet het gewoon puur om dingen te clippen. Hij heeft wel media rank voor. Dat aantal abonnees is best wel netjes gedaan. Maar ja, dat snap ik ook wel. Of gaan goede views geld. Maar ik zet hem momenteel nog eventjes op niet goed. Aangezien hij niet zo goed bezig is momenteel. Als ik ook nog wat aanwijzingen moet doen. Aanwijzingen moeten doen. Nederlands is een moeilijke taal om te leren. Dan zou ik. Even kijken, want later kan ik me altijd bedenken. Dan zou ik Jorg op heel goed zetten. Als ik nog iemand op Goated moet zetten, van mensen die hier staan. Dan zou het toch Vloedje moeten zijn. Ja, dan zou dit het uiteindelijk worden, denk ik. Dus ja, laat me maar weten of jullie het er mee eens zijn en of je ook nog verbeteringen hebt en of ik ook weer vaker een tierless video wil maken. Deze video is gemaakt op de 24e op juni, dus deze komt veel later online aangezien ik dan gewoon niet online kan zijn. Dus ja, blame me niet dat ze dan in één keer heel goed doen. Momenteel doen ze het zo. En ja, tot de volgende video. Later.